Ik ben Mieke Meijer. Samen met Roy Letterlee zijn wij Studio Mieke Meijer. Wij werken graag in het grensgebied tussen vormgeving en architectuur. En we houden van schaalbare projecten en maatwerkoplossingen. Ik denk het belangrijkste project voor de studio is Spaceframes geweest. En dat heeft met name ermee te maken dat het een project is waar we onze ideeën over schaalbaarheid, over constructie en over materialiteit op een hele leuke manier hebben kunnen laten zien. Ik denk de kracht van het project is dat het eigenlijk bouwstenen zijn waarmee je zowel een kleine lamp kan maken als een publieke installatie. Ja, dus je begint met de stam en dan is er een regel die zegt van elke volgende stam splitst in drieën. Dus de stam splitst in drieën, de volgende stam splitst in drieën. En steeds wordt de diameter kleiner. Op de Hofvijver laten wij een serie bomen zien. Een arboretum is een verzameling bomen in een tuin of park. En als knipoog daarnaartoe hebben wij een arboretum gemaakt. Bomen die zijn volgezogen met lucht. Ja, bij deze boom dacht ik, die moet vooral in de hoogte goed werken. Want deze hiernaast, dat is eigenlijk een gekapte boom. Die komt dan te liggen. Die is bijna 10 meter lang. Die gradient hier, dat gaat er nog uit. Het wordt gewoon één monokleur. En dan de derde boom, die is wat lager en die staat ook wat scheef. Dat vind ik ook wel mooi, dat je voelt dat die boom zeg maar, door weersinvloeden is beïnvloed en anders is gegroeid. En waarom bomen? Omdat bomen in verschillende culturen metaforen zijn voor verschillende onderwerpen. Dat kan gaan over groei, dat kan gaan over gemeenschap, dat kan gaan over natuur, over allerhande onderwerpen. En het was voor ons ook belangrijk dat er genoeg vertakkingen zouden zijn, want er zijn wel andere inflatable bomen, maar die zijn vaak wat massiever van uitstraling. En door het heel erg te laten vertakken krijgt het ook een bepaalde verfijning die denk ik aansluit op ons werk.